voorjaar, dus grasmaaien. Het was wel wat ongelijk op een aantal plekken vanwege de droogte. Je ziet stukken waar zoals hier bijvoorbeeld heel veel op staat, maar ook stukken waar ja, het eigenlijk best wel wat vlekkerig is, wat allemaal krap is. Een paar video's eerder zag je al, eigenlijk vorig jaar, aan het schudden was. Dat ging toen met een 6 elements, maar dat ging niet helemaal goed. Daar knapte uiteindelijk een lager uit. Ja, dat was dus gebeurd. En vandaar op een gegeven moment dus de zwager dacht van het wordt tijd voor wat anders. Dus, nou, even wat serieuze werk vandaag. Wel met de 633 wat je kunt zien. En een 8 element erachter. Nou, gisteren had een klein stukje gedaan om te ervaren. En vandaag echt serieus meters aan het maken. Om te kijken of de spinnenweb wat uit laat kunnen branden. 8 element. Betekent dat hij ook een eigen wielstel heeft. Want in de hest zou die veel te zwaar worden. Dat ga je gewoon niet redden. Dat is veel te gek. Dus eigen wielstel. Hij hangt hier gewoon in de hef. Dat weer wel, maar hij is dus niet gedragen maar getrokken, waardoor je dus niet het hele enorme gewicht in de hef hebt. En zo direct echt voor het eerst het voorjaar aan de slag met deze combinatie. Origineel wat te weinig olie op zitten, want er zitten nog op extra aansluitingen bij. Dat is in de achterloop, kunnen we dat zien. Zit hier achterin. Ook nog eens een keer, dat is de cilinder. Die daar zit. En deze stang kun je de wielen schuin stellen, waardoor je in staat bent ook de hoeken wat makkelijker mee te kunnen nemen. Kijk, die 4 of 6 rotoren gaat er wel. Dan heb je zo'n breedte dat je op een gegeven moment dus op zo'n manier heel makkelijk de hoeken in kunt kantelen. Sturen als het ware. En wanneer je buiten langs rijdt, zet je weer een klein stukje terug dat je hem niet volledig de kant in gooit, maar een stukje schuin stellen kunt. Vandaar dus dat daar een stukje extra hydrauliek voor gemaakt is op deze trekker. Om te zorgen dat je ook dit kan bedienen. En dus gewoon in- en uit-trapfunctie. Ik ga aan het werk. Ik hoop dat je een leuke video vindt.